Er woont gewoon een bestseller-auteur in de Hoeksche Waard. Gerda van Wageningen uit Oud-Beijerland heeft al meer dan 120 boeken geschreven en daarvan zijn er miljoenen van verkocht. Ik schrijf een combinatie van hedendaagse romans met een actueel onderwerp. Maar mijn voorkeur gaat uit naar historische romans, waarin ik graag vertel over de geschiedenis van de streek hier in de Hoeksche Waard en van Schouwen-Duiveland, waar mijn familie vandaan komt. Dus ik zoek de streek-eigen dingen en die verwerk ik dan in de boeken. En dan vind ik het leuk om te vertellen over een tijdvak van ruim 100 jaar geleden. Meer dan 125 boeken geschreven. Hoe is dat ooit ontstaan? Als een uit de hand gelopen hobby. En dat verscheurde ik dan allemaal, dat gooide ik weg. En op een gegeven moment ging mijn jongste zoon naar de kleuterschool. En toen dacht ik van, ik zou er wel eens commentaar op willen hebben, want ik wil mezelf verbeteren. Dat heb ik toen naar een uitgever gestuurd en dat is mijn eerste boek geworden. Met gelijk de vraag eraan, ga alsjeblieft aan een tweede beginnen. Ja, en zo'n kans krijg je maar één keer in je leven. Dus daar zet je je ook volledig voor in. Wat is het boek waar u het meeste trots op bent? Dat heet Het Water Komt en dat gaat over de watersnoodramp. Mijn familie is daar nauw betrokken bij geweest. En nichten van me die hebben dus echt in het water op dak gezeten dagenlang enzovoorts. Dus dat is heel bijzonder. Ik bedoel, zeeuwen zeggen nog altijd voor de ramp en na de ramp. Voor haar oeuvre werd Van Wageningen in 2005 onderscheiden en benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Haar boeken zijn in de bibliotheken alleen al meer dan 25 miljoen keer uitgeleend. Dat is heel vleiend. Ik bedoel, de ijdelheid van de schrijver is toch dat hij gelezen wil worden. En ik beleef er zoveel plezier aan om ze te schrijven. En dan is het heel fijn om te beseffen dat andere mensen er plezier aan beleven om ze te lezen. Bent u dan ook populair? Wordt u veel herkend op straat? Gelukkig niet. Ik bedoel, mensen kennen mijn naam. Maar ik ben wel blij dat ik gewoon anoniem mijn eigen gang kan gaan.